houden. Yes, yes. We hebben ijs gevonden. Kleine gletsjer. Nu de whisky nog? Ja, alsjeblieft whisky voor de ijs. Daar, dat stukje denken wij dat 60 meter hoog is. Die punt daar. En de rest is tussen de 60 en de 30 meter hoog. Gaat nog een keer 120 meter onder het water door. En hoe breed is die? 3 kilometer en 30 kilometer dan. Hoppa, stukje ijs. En aan die kant heb je dus een meertje waar het water veel hoger ligt, want daar kan het niet weg. En daarom stroomt het daar beneden dus, naar die kant. En daar is dus een rivier die voert het weer af naar de Atlantische Oceaan. En je hoort het steeds soort van onweren hier, omdat die ijsgroepen natuurlijk tegen elkaar aangaan. En we hopen eigenlijk nog steeds even op een stukje dat los gaan raken. Ja, dus we gaan jullie nu even doorverbinden naar de berg, om te hopen dat we daar een stukje ijs zien vallen. Nee. Dus je ziet, ligt er wel heel veel ijs in het water. Dat is dus wel mijn geval toen wij net niet keken. Maar het ziet er wel impressief uit. Wordt vervolgd op de berg.